Nou, welkom bij mij thuis, mijn werkplek. Letterlijk aan de keukentafel, nou ja, kamertafel, maak ik mijn animaties. Ik heb wat licht hier staan en een camera die, ik weet niet of je dat kan zien op beeld, maar die wijst naar beneden en hier zit ik dan te tekenen en zo maak ik mijn beeld. En vanuit de camera haal ik dan het kaartje zeg maar, eruit en ga ik naar beneden naar mijn computerwerkplek. En daar edit ik het materiaal en zo maak ik mijn animaties. Nou, ik werk thuis omdat ik even kijken, januari ben ik begonnen, dus dat is nu nog net geen half jaar geleden. En nou ja, het leek me handig om in principe kosten te besparen totdat je geld hebt zeg maar, om uit te breiden of op een ander kantoor te gaan zitten. En op dit moment ja, bevalt het eigenlijk heel goed thuis. Ik heb wel kinderen, die zitten daar en ik weet niet of je die daar nog in beeld hebt, maar... dus dat is af en toe wel even schipperen, want die zijn nu bijvoorbeeld uit school en dan tussen 3 en 5, dan is het niet meer heel geconcentreerd werken. Kan ik nog wel beneden mijn editwerk doen of mijn mail wegwerken of dat soort dingen, maar ja, dat is wel altijd wel een beetje schipperen. Maar die uren pak ik vaak in de avond dan wel weer terug, dat ik daar nog 2 uur extra werk of zo, zodat je toch je uren op een dag maakt. Mijn partner die werkt 2 dagen in de week, dus zij is op donderdag en vrijdag werkt zij in de bloemenzaak. En op maandag, dinsdag, woensdag zijn wij inderdaad met z'n tweeën thuis. En ik werk hier of beneden en ja, dat gaat op zich prima. Soms heeft zij de tafel nodig en heb ik ook de tafel nodig en dan moeten we dat even inplannen. Maar dat valt op zich wel mee, dus dat gaat eigenlijk heel lekker. Wat is het geheim om het goed te laten gaan als je zoveel bij elkaar bent? Ik denk elkaar toch de ruimte geven en de vrijheid geven om te doen wat je moet doen. Ik bedoel, zij weet dat ik hiermee ons geld verdien, laat ik het zo maar zeggen. En dus ja, daar krijg ik de ruimte wel voor. Of het veel thuis zit een probleem is, vind ik zelf niet. Ten eerste kan ik goed alleen zijn en alleen werken. Ik vind dat leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om samen te werken en contact te hebben met andere mensen. Maar dat heb ik ook veel omdat ik probeer toch wel 2, 3 en soms wel 4 keer in de week naar een open koffie of een netwerkborrel of een meet-up event of wat dan ook. In ieder geval dingen te doen waarin ik ook mijn acquisitie doe. Dus waarin ik mensen ontmoet en laat weten wat ik doe. Dus ik ben ook veel de deur uit, vooral ook wel in de avonden, maar soms ook overdag, ligt eraan wanneer die events zijn. En dan ontmoet ik de mensen ja, waarin ik meteen mijn acquisitie doe. Nou, als ik een productieve dag heb qua animatie, dan begin ik echt 's morgens vroeg meteen nog voordat ik mail check of wat dan ook, begin ik met animeren. Dus dan animeren houdt ook in een script schrijven, ontwerpen, ontwerpschetsen maken. Dus ja, gewoon bedenken van welke beelden ga ik eigenlijk maken. Uiteindelijk de echte tekeningen maken. En vervolgens dat allemaal editen in de computer. Dus dat is per animatie is dat... Ja, 16 tot 24 uur werk, zeg maar. 2, 3 dagen animeren. En ja, mail beantwoorden is ook een ding natuurlijk. Afspraken inplannen met mensen. Ik netwerk veel en dan kom je dus mensen tegen die zeggen van... Nou, ik vind het wel interessant, wil ik toch eens over praten. Dus dan ga ik meestal naar die mensen toe. En dan hebben we het over wat zij willen en of ik dat voor hun kan doen. En vaak komt daar dan wel een opdracht uit, of niet. Maar daar gaat ook tijd in zitten. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Mijn partner die neemt het meeste voor haar rekening wat dat betreft. Qua wassen en stofzuigen en het huishouden. Dus ik doe vaak wel 's avonds nog even de afwas of zo. Maar dat zijn meer de korte dingetjes na het eten. Even wegwerken. En ja, ik kan mezelf wel... Ik heb gewoon lijstjes, zeg maar, to-do-listen van... Nou, dit wil ik gewoon doen op een dag. Dus ik plan dat altijd 's avonds even in van... Nou, deze en deze dingen, die wil ik morgen echt gedaan hebben. En dat is gewoon een kwestie van die lijstjes afwerken. Dat werkt heel goed. En ik probeer ook te werken in blokken. Dus echt, zeg maar, 2 uur werken. Dat ik echt zeg, om 9 uur begin ik en om 11 uur stop ik ook echt even 10 minuten. Dan pak ik op mijn gemak een bakje koffie. Loop ik even de deur uit of ga in de tuin zitten. En daarna weer aan de slag tot 1 uur. En zo maak je ja, bijvoorbeeld 4 blokken van 2 uur of van 1,5 uur. Hoe het uitkomt. En op die manier blijf ik wel productief. Hoe ik kan ontspannen als ik thuis ben, terwijl het hier ook mijn werkplek is, dat is op zich nog wel een uitdaging vaak. Omdat je juist als je gaat ontspannen, dan krijg je ook weer de beste ideeën. Dan denk je van, oh wacht even, dit zou nog wel een leuke scène zijn voor een animatie of een leuk dingetje erin of een betere wijziging in het script of wat dan ook. Dus dat is op zich wel een uitdaging. Maar ik heb ook wel voor mezelf dat familie is gewoon een heel belangrijk ding in mijn leven. Dus, bijvoorbeeld in het weekend, dan vaak wil ik nog wel wat doen, maar dat beperk ik dan echt tot bijvoorbeeld 2 uur om even dingen af te werken die echt af moeten. Maar voor de rest wil ik er ook gewoon zijn voor mijn kinderen. En niet een beetje half aan het werk en half aandacht voor de kids, maar gewoon zeggen van oké, nee, dit is de werktijd. Nu ben ik er even niet, duidelijk naar de kids, en nu ben ik er wel. En dan kan ik er ook echt voor hun zijn en dan laat ik gewoon mijn werk voor wat het is. En dat komt dan maandag gewoon weer. Zoals ik zeg, ik ben aan het opstarten. Het gaat wel heel erg goed. Ik heb eigenlijk te veel werk, dus ik kan het bijna niet aan. Dus ik ben nu aan het kijken van hoe kan ik mensen erbij nemen of hoe kan ik gaan samenwerken met andere, misschien illustratoren of editors die een deel van werk over kunnen nemen. Maar het is wel zo dat mijn aanvoer van opdrachten nog niet heel consequent is. Dus ik heb afgelopen maand heb ik er eigenlijk geen enkele opdracht bij gekregen, maar de maand daarvoor had ik er wel 5 opdrachten bij. Dus die ben ik nu nog aan het wegwerken als het ware. Dus hoe het dan over een maand weer is, dat weet ik niet, want ik begin nu de acquisitie weer op te pakken, want die had ik weer wat teruggeschroefd omdat ik al die opdrachten moest doen. Dus dat is een beetje de golfbeweging waar je als ZZP'er vaak een uitdaging is. Maar ik heb toevallig net een leuk overleg gehad met een paar mensen waar ik af en toe mee brainstorm over hoe kan ik mijn business naar het volgende niveau krijgen. En daar hebben we eigenlijk een goed plan neergelegd van hoe ik dat omdat ik nu een portfolio heb van een 10-tal filmpjes, kan ik ook naar bedrijven toe en kan ik ook zeggen van nou, dit is wat ik doe, kan ik jullie daarbij helpen. Dus nu kan ik op een grotere schaal zeg maar acquisitie doen, gewoon naar 100 bedrijven een e-mail sturen of gaan bellen. Waardoor ik wel denk dat ik op een gegeven moment met een systeem kom waarvan ik weet van oké, als ik 10 bedrijven benader, komt daar 1 of 2 opdrachten komen daar gewoon uit. En als je dat eenmaal hebt, dan weet je ook ik kan gewoon naar werk komen. En dan zou je ook kunnen zeggen van ik ga animaties wegzetten. Of ik ga zelfs de acquisitie uitbesteden juist. Dus daar ben ik over aan het nadenken. En ik wil dit gaan uitbouwen naar meer naar een business dan alleen maar ZZP'er. En dat is dan ook niet handig om dat hier in huis te doen. Maar dan komt daar een werkplek, misschien een bedrijfsverzamelgebouw waar ik in eerste instantie ga zitten. En van daaruit gaan we wel bouwen.